Dit is Van Dient Live. Straks Arend-Jan Boekestein. Hij voorspelt dat de vluchtelingenproblematiek een splijtsam vormt voor het kabinet. En is er een oplossing? Maar nu eerst, het is genoeg. Gemeenten kunnen het niet meer aan. Want sinds dit jaar hebben ze er een uitgebreid takenpakket bij gekregen. Maar het Rijk kort ze keer op keer op hun budgetten. Morgen maakt het kabinet goede sier met een forse lastenverlichting. Maar dat gaat allemaal ten koste van de gemeente. En dat zegt Jan van Zanen. Zoals u weet is hij de burgemeester van Utrecht, maar hij is ook voorman sinds kort van de VNG. Het samenwerkingsverband van alle Nederlandse gemeenten. Meneer van Zanen, goedenavond. Goedenavond. U zegt de grens is bereikt, maar dat betekent dat het behoorlijk erg is. Dat zeg je niet zomaar in uw positie waarin je gewend bent heel genuanceerd te spreken. Hoe u heeft het mij ook niet allemaal horen zeggen. Maar het punt dat gemeenten het nu heel erg moeilijk hebben, dat is wel waar. En dat is een opeenstapeling, een verzameling, een samenballing van allerlei kortingen die de afgelopen jaren hebben plaatsgevonden. U heeft het mij niet horen zeggen, dat is waar. Maar ik heb het een beetje opgemaakt uit de studie. Ja, zeker. Vindt u dat de grens bereikt is? Ja, ik vind wel dat er een grens bereikt is. Kijk, het gaat goed. Beter in Nederland. Tenminste, daar ga ik vanuit. En daar ben ik ook heel blij mee. En daar hebben ook gemeenten aan bijgedragen. Hè, door niet overal toen het nog wat beter ging, en vooral toen het slecht ging, moet ik eerlijk zeggen, niet alles te nemen waar we recht op zouden hebben. We dachten, ja, we moeten allemaal de broekriem aantrekken. Dus ook de 303. Maar dat gezegd hebben, dus ze gaan nu kopje onder. Ja, ze gaan nu. Ja, de samenbundeling van allerlei kortingen. Laten we nou eens één nemen. Dat was wat ze aan het begin van de kabinetsperiode hebben afgesproken. Ja. We gaan een opschalingskorting toepassen. Want toen dachten ze, we gaan alle gemeenten laten fuseren. Opschalingskorting? Kunnen even een beetje normaal leggen? Gelukkig. Ik ga het u uitleggen. Man van de heldere woorden. Toen heeft het Rijk het kabinet afgesproken, ja, we gaan korten, want wij willen gemeenten opschalen tot 100.000. Dat ging toen niet door. En toch gaat die korting door. Ja, dan denk ik, we hebben heel veel bezuinigd. Ook op onze eigen apparaat. Er zijn de afgelopen 4-5 jaar zo'n 30.000 medewerkers wegbezuinigd. Ja. Gemeenten hebben, toen het heel slecht ging in het begin van de crisis, extra geïnvesteerd om ook weer bij te dragen aan de economie. We hebben er heel veel taken bij gekregen. Daar zijn we overigens trots op. Daar gaan we ook voor. Dat vertrouwen is ook prima. Maar de opeens. Mag ik even, als u zegt veel taken. Nee, maar voor duidelijkheid. U zegt, we hebben er veel taken bij gekregen. Zeker. Dan kunnen we even kijken wat voor taken dat precies zijn. En we zien zich in beeld. De jeugdzorg, hulp bij participatie op de arbeidsmarkt. Yes. Zorg en maatschappelijke ondersteuning. Al dat soort taken heeft u erbij gekregen. Hebben we erbij gekregen. U zegt, de grens is bereikt. Dat betekent, als je nu door zou moeten gaan. Wat dan ga je over een grens heen? Wat gebeurt er dan? Je ziet nu al dat er meerdere gemeenten artikel 12 gemeenten zijn. Je ziet, er zijn laatst. Dat zou ik ook gedaan hebben, hoor. Als wethouder financiën, een heleboel wethouder financiën bij elkaar geweest. Want wat nu ook gebeurt, is dat de fluctuaties, dus de schommelingen in de rijksbijdrage, die zijn enorm. Nou, dan ben je bezig met je raden en met je college in je raad een begroting voor te bereiden. En dan, terwijl je dat dan doet, misschien zelfs de besluitvorming al heeft plaatsgevonden, blijkt het allemaal fors tegen te vallen. Nou, bent u niet het klagelijke type? De mensen die kennen weten. Meneer Boekestein, die komt zo meteen aan het woord. U kent hem ook, partijgenoot. Is het een klager of niet? Nee, ik ken hem zelfs dat ik nog student was en toen klaagde die ook niet. Maar nu wel. Nee, dat vind ik een beetje raar, want ik begrijp dat u zegt, er is een grens bereikt. Aan de andere kant, dan kun je zeggen, gemeente heeft zelf ingestemd met het transitie van al die taken waar ik het over had. Dus dat wist je toch? Dan kun je dat voorbereiden. Zeker. Nee, maar dat is ook voorbereid. Dat wordt ook voorbereid. Het is een. Het is ook geld voor gekregen. Het is een gigantische hervorming. Wij denken nog steeds, daar sta ik ook nog voor, en dat geldt ook voor alle gemeenten, dat die nieuwe taken, dat we die goed kunnen. Dat we die misschien ook wel effectiever kunnen, omdat wij als gemeente toch het meest dicht bij mensen staan. Ja. Daar staan we nog steeds voor. Maar het is een giga-operatie die overigens gepaard ging met een forse korting. Maar het is niet de enige korting. Ze komen er steeds bij. En ik zeg, als je het evenwicht gemeente steeds belangrijker, veel meer taken, het gaat beter met Nederlands. En gelukkig maar. En dan is het zuur dat de gemeenten nog aan de bezuinigingen, waar we al mee zijn begonnen, bij de mensen langskomen. Ja. En dan lijkt wel alsof dat zoet, wat nu morgen waarschijnlijk, we weten natuurlijk officieel nog niet, wij weten van niks dat dat wel een beetje een bitter randje krijgt. We weten het allemaal al lang natuurlijk, dus u weet dat het een bitter randje krijgt. En daar wil ik aandacht voor vragen. Ja, dat krijgt een bitter randje. Maar u geeft er aandacht voor. U gooit nu ook al een knubbeltje in het hoenderhok, maar je zou dan toch kunnen zeggen, de gemeenten zijn misschien wel te loyaal geweest in de begintijd. Ja, maar ik vind dat we zijn mede-overheden.
Wij zijn loyaal en dat vragen we nu ook van het Rijk. En het hoeft allemaal niet morgen, maar overmorgen wel. Wat moet er gebeuren als je het niet redt? Betekent het dan dat de burger kan rekenen op extra belastingen? Moet je daar gewoon, moet u die waarschuwing afgeven? Ja, nee, maar weet je wat het is? Het vet is er bij de gemeente af. Wij staan voor onze taak en overigens met trots. Want die 9000 raadsleden, die 1500 wethouders, we doen ons stinkende best. Ja. Maar er zijn wel grenzen. En dat betekent dat als het beeld in Nederland zich zo voortzet, dat eerder gemaakte afspraken, bijvoorbeeld rond, dat is wel een miljard weer, hè? Zeker. Die opschalingskorting voor iets wat niet komt, daar gaat hij weer, en er niet is, ja, dat we daar het over moeten hebben van mensen in de Maar Haag. Wat ik aan u vroeg, meneer Van Zanen, meer belasting betalen, is dat uitgesloten? Of moet je daar als burger rekening mee houden dat dat als een van de oplossingen naar voren wordt geschoven? Nou, daar geloof ik helemaal niets van. Ik geloof dat dat helemaal niet hoeft. Er zijn nu politieke afspraken gemaakt in Den Haag. Ik ben blij dat het beter gaat in Nederland, maar ik vind dat ik voor die 393 gemeenten die loyaal waren, zeker, toen het moeilijk was, die mee hebben geholpen om het nu mogelijk te maken dat het beter gaat, die extra hebben geïnvesteerd, die moeten ook de ruimte krijgen en op termijn ook de financiële ruimte om die veel grotere taken, dat enorme en op termijn de financiële ruimte, wat bedoelt u daar precies? Nou, dat, ik snap best dat niet alles morgen kan, maar er is ook weer een najaarsoverleg en er is ook weer een voorjaarsoverleg. En duidelijk moet zijn dat de gemeenten hebben geleverd, de gemeenten blijven leveren. Er is heel veel gedaan in gemeenteland. En nu is het eind in zicht. En willen we het evenwicht tussen gemeenten, zeker, en andere overheden in stand willen houden, zal ook het Rijk ons de U bent een behoorlijke periode voorzitter geweest ook van de VVD. Goede zeker contact ook met de heer Rutte. Spreekt u hem af en toe hier ook over? Ik spreek hem en ik spreek hem over van alles. U zei ook tegen hem vanavond hier ging zitten. Meneer Rutte zei van doe je best. Ik ben van de VNG, weet u nog? Zeker. Ik ben van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. En met trots en met plezier. En ik ben net begonnen. En ik vind dat het aan de vooravond een Prinsjesdag, waarbij het er voor Nederland beter uitziet en goed ook maar, zeker, dat we de pijn ook een beetje moeten eerlijk. Als je